Mijn naam is Theo Peperkamp. Ik woon tegenwoordig in Zwolle. En ik heb in de jaren 80 hiernaast in de Oude Van Heuts kazerne op school gezeten. Toen het nog een kunstacademie was. En in dit gedeelte zat toen dus de School voor de Journalistiek. Ja, ik ben hier ook wel eens op visite geweest. Onze lessen vonden in die tijd natuurlijk plaats in het hoofdgebouw. Maar soms dan vergaten we de tijd en dan was de pauze voorbij. Dus we liepen gewoon even naar deze kant om hier even koffie te drinken. Hoe was het om hier te studeren? Geweldig. Ja? Ja, ik heb de school niet eens afgemaakt, maar... Dat is te leuk. Het was onder andere te leuk. Wat dat betreft, ik vond alles leuk inderdaad, maar je moet je gaan specialiseren. En hetgene wat ik het allerleukst vond, dat was werken met geluid en muziek. En dat kon niet, dat hing er gewoon op sommige afdelingen een beetje bij. Maar je kon er niet in specialiseren. En daar ben ik toen een beetje op spaak gelopen. En al het andere was leuk. De kunstacademie was toen nog een opleiding van 5 jaar. Had je eerst een basisjaar, had je van alle afdelingen een beetje. En dat was perfect voor mij. En daarna moest je dus inderdaad steeds verder specialiseren. En ik heb een paar richtingen heb ik gedaan. Grafiek en nog een tijdje audiovisuele vormgeving. Ja. En toen zat ik vast. Toen ben ik andere dingen gaan doen. Ja. Ja. En toen is alles weer goed gekomen. Ja. Ach, daar overval je mij. Er is zoveel gebeurd. Wat gewoon heel erg leuk was, ik noem gewoon een paar leuke dingen in het algemeen. Wat dus inderdaad een heel erg leuk gegeven was, was dat er zo relatief veel jonge, hippe, ambitieuze, wereldbestormende mensen van dezelfde generatie allemaal bij elkaar woonden in die leuke, woelige, vroege jaren 80. Dus het was heel grappig, heel anekdotisch. Je kon vaak aan het uiterlijk al zien op welke opleiding een student, van welke opleiding een student afkomstig was. Want kunstacademie mensen die liepen er vaak het meest artistiek bij. De expressie mensen waren vaak inderdaad luidruchtig aanwezig. Ja, daar ben ik blij mee. Ja, dat is fantastisch natuurlijk dat de gebouwen zo'n functie hebben gekregen. Dat is altijd beter dan een saai kantoor of een uitzendbureau of zoiets. Dat vind ik verschrikkelijk, dat soort van. Dat soort oplossingen. Ik ben in 98 afgestudeerd en 5 jaar daarvoor gekomen. Wat heb je gestudeerd? Illustratie. Dus als je hier kwam, wat liep je dan eerst heen? Wat ging je dan doen? Volgens mij ging je eerst koffie drinken. En je had gewoon les. En ik had een hond. Die mocht niet mee, maar hij ging wel mee. Dus dat werd een soort van gedoogd. Dus die heeft meegestudeerd eigenlijk. En dat is Loopy. Ja, hond. De hond heet, hoe heet hij? Ja. Loekie. Ja. Oh, oké. Vind je het leuk? Vind je het fijn dat het pand behouden blijft? Ja, vind ik super fijn. Ja, dat zou krankzinnig zijn om dit af te breken. Zo mooi. Ja. Mooi gedaan. Nou, wie zijn dat? Monica en Salome. Die ken ik van het begin. Grappig om dat te zien. En Jeroen is denk ik Jeroen Funke. Die. Is nu een bekende striptekenaar. Denk ik hoor, dat hij dat is. Ja. Die ken je hier van deze tijd? Ja, van de academie. Ja.